staan hier met Jan Gert. Zaterdag is de Europa Run. Die komt dan door Almelo. Heeft u daar zin aan? We hebben er heel veel zin in aan. We zijn er klaar voor en we gaan er een mooi weekend van maken hiervoor met z'n allen. Europa Run die staat in Enschede. Waar eindigt die? Hij eindigt in Rotterdam op maandagmiddag. Rond een uur of drie zullen we op de Coolsingel aankomen ongeveer. En waar komen jullie langs precies, de Almelo? Nou, wij starten dus in Enschede. We gaan via Bonne langs het hospice in Bonne. En we gaan ook nog bij TMZ in Hengelo langs. Daarna komen we via Senderen gaan we rechtstreeks door naar de Graven aan de Lee. En daar hebben we de Laan van Bezinning. En daar zullen ook nog wat twee checks worden uitgedeeld aan de zorginstelling TMZ en de Leendert Vriel Stichting. Al mensen die kunnen jullie daar komen aanmoedigen? Of, Ja, graag. Hoe meer supporters komen, hoe mooier we dat vinden natuurlijk. Alleen de Gravenlee is alleen maar open voor fietsers uiteraard. En mensen kunnen de auto parkeren vooraan de Gravenlee en dan kunnen ze naar het tolhuis gaan lopen. En wat is dan het mooiste aan het eind van de rit van de hele Europa Run? Nou, dat iedereen gezond weer in Rotterdam aankomt en dat we ook gezond weer thuiskomen. Daarvoor zijn vijf retourchauffeurs die komen speciaal naar Rotterdam om ons weer op te halen. Zodat we veilig weer in Almelo thuiskomen. En natuurlijk en hopelijk om zo'n hoog mogelijk geldbedrag voor het goede doel. En hoeveel gaan er nog volgen? Ik hoop nog heel veel, maar dat is altijd afhankelijk van de mensen die zich willen inzetten voor het goede doel en ook tijd willen vrijmaken voor het goede doel hierbij. En stel nou je kijkt dit en je wil meedoen volgend jaar, kun je ergens aanmelden? Jazeker, mocht je enthousiast raken door de omlopers, schrijf dan een e-mail naar teamcaptain@omlopers.nl en dan krijg je een bericht van onze teamcaptains Philip Dert en van mij persoonlijk om een avond informatie over te brengen hiervan.